Ja, ik vertelde net ook, VVSB toch behoorlijk ver gekomen in de halve finale na competitie. Dat betekent dat, ja, dat ze toch ook tweede divisie potentie hebben. Zo, laat ik het maar even zo zeggen. Ja. Ik verwacht ze ook in het linkerrijtje dit jaar, in de eindstand. Maar Benjamin de Roemeon, die kan daar voorzetten. Ja, nou, wie, oh, tegen de lat zeg, Sam Crowther. Krijg nou wat. Ja, en geen... Prachtig doorgekopt door Stef Nijland en Sam Crowther via een stuit, toch op de lat. Bal gespeeld volgens de scheidsrechter Martijn Kieft. Sam Crowther, Stef Nijland. Sam Crowther kan een strafschopgebied in. Uitspelen. Wat gaat hij doen? Hij schiet gewoon op doel. Schiet graag een jongen natuurlijk. Jorik Priem met het gebaar van had hem gespeeld. Ja, dit was een hele duidelijk uitgespeelde mogelijkheid toch voor DVS. Toch tweede kans, DVS. Ja. Goed werk van Maarten van Dijk. Bijna balbezit Sam Crowther. Maar ook nu weer goed gelezen de situatie door Thomas Schaap namens VVSB. Lofo Sang. Ja, dat lukt. Die, nu een paar even 4-4, denk ik. Ja, en die zit erin. Van Otterlo. Ging snel. Beetje een soort schaduwspits. Restverdediging. Niet op orde. Ook in de tweede divisie zijn ze weer begonnen. Tegenwoordig heet dat de Bad Nation. Daar staat... even opletten. Goeie bal van Stef Nijland. Die zet Roemeon 1-1. Nu dan nog in tweede instantie. Nee, bal valt over. Alsjeblieft, wat een kans. Benjamin Roemeon heeft zoveel tijd en ruimte. En we hadden inmiddels al van de 0 af moeten zijn. Nee, het was Stef Nijland die eigenlijk al een geweldig assist gaf en, op Roemeon. Hopen dat hij nog wat van dat soort momenten krijgt. Nu is het weer doorgaan. Ja, Roemeon, dat lukt. Bal voor de goal. Via een speler van VVSB. DVS vergeet zichzelf voor de vierde keer te belonen. Roemeon. Sam Crowther. Op links. Helemaal vrij. Gelijk. Daar, Wetseman, Jarno. Jammer, jammer. Maar helaas, ook buitenspel. Mooie, snelle uitval van DVS. Nijland. Nicky van Hilt. Vallen, ja, penalty. Penalty. Slim, Kruijzer. Hij overtreding voelde van dat aan. Tim de Rijk. Maar het was gewoon eigenlijk de bal die kwam niet helemaal lekker bij Kruijzer om in één keer af te drukken. Neemt hem goed mee en profiteert van een been wat hij onderweg tegenkomt. Precies. Zoiets moeten we maar van maken. Maar het resultaat is dat we een uitgelezen mogelijkheid hebben om te scoren. Sam Crowther houdt hier wel van. De penalty die hij genomen heeft tot nog toe, die ging er hard in. Komt hij? Aanloop. Sam Crowther. En hij zit erin. Door het midden. En de stand is 1-1. 74ste minuut. Er zal wel wat bij komen. Ik denk een minuut of 5 sowieso. Minimaal. Dus we hebben nog wel een minuut of 20 te gaan. Ja, mooie onderschepping. Daar Stef Nijland. Stef Nijland. Jarno. Jarno! Oh, 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 een mooie poging. Jarno Westerman. Steekbal is van Stef Nijland. Nu dan, Lars van Wetering. Op de handen van Ruben Valk. Ja, DVS. DVS, het veld is groot. Dicht bij elkaar. Haal de angel eruit. Veel ruimte ook nu hier voor Van Velzen en voor Van Kuijfhoven. Eén keer dreigen. Maar dan moet je toch maar staan, Rick van Nuenen. Pakt hem in twee instanties. Dus dat is keurig. Nijland. Steken. Kramer, kan die daar bij? Is de voorzet op maat? Ja, even opletten. Want
Nee, het is afgelopen hier in Ermelo. We zijn begonnen aan de competitie met een gelijkspel. Een 1-1 tegen VVSB. Er had meer in gezeten, maar goed. We hebben wel een punt. En we gaan volgende week naar Volendam. Dankjewel voor het kijken en een fijn weekend.